Maurice Stijn, we gaan er mee beginnen. Van harte gefeliciteerd met je eerste overwinning als hoofdtrainer van NAC. Ja, eerste, het is wel de derde, maar in ieder geval de eerste met het in het stadion. Precies, echt een officiële wedstrijd tegen een profclub. In die zin is het vandaag ook een wedstrijd geweest waarin je hopelijk, of denk ik, wat meer hebt willen zien van je ploeg. Is het eruit gekomen? Ja, ik denk het wel. Ik denk, als je ziet hoe wij de eerste helft, met name de eerste helft, dat we denk ik toch heel goed onder controle hadden. Je weet, Heerenveen heeft een uitstekende elftal met zeer gevaarlijke spitsen. Nou, als je dan ziet dat je weinig eigenlijk niks weggeeft en zelf toch wel twee goede mogelijkheden krijgt waarin we eigenlijk een beetje slordig zijn. Dus dat had gewoon al bij rust denk ik 2-0 voor ons kunnen staan. Tweede helft is het wat rommeliger, want dan ga je wat meer wisselen. Maar ik ben over het algemeen, en dan is het natuurlijk leuk dat je in die eindfase die wedstrijd nog wint. Dus vooral voor de jongens is dat erg leuk, voor het publiek leuk en dat geeft alleen maar meer vertrouwen. Wat mezelf opviel als je kijkt naar de oefencampagne, je gaat in een week tijd, anderhalve week tijd eigenlijk van de vierde klasse amateurs via een topclub amateurs naar direct een eredivisionist. Waarom heb je voor deze opbouw gekozen? Nou, ik kon niet zo heel veel meer kiezen in de opbouw, want deze wedstrijden stonden allemaal al vast. Door de vorige staf was dit bepaald. Wat ik wel kon veranderen was nog de eerste twee oefenwedstrijden, want dat was in mijn ogen was dat eigenlijk een te zware opbouw. Dus normaal doe je nog één keer een topamateur en misschien één uit de keukenkampioendivisie en dan ga je richting een eredivisieclub. Dat zou de beste opbouw zijn. Maar het grootste gedeelte dat moest ik laten staan, dus achteraf is dit wel prima zo. En achteraf, zoals je zegt, heeft de ploeg het ook prima gedaan. Ben je positief verrast? Over een aantal dingen wel. Ik denk dat we, als je ziet ook, dat we een aantal hele jonge jongens vandaag in de ploeg hadden. Ik vind dat die het uitstekend hebben gedaan. Nogmaals, als je naar de hele wedstrijd kijkt, dan is het normaal dat een ploeg als Heerenveen met zoveel kwaliteit veel meer balbezit heeft. Maar ik denk dat wij het heel goed onder controle hebben gehouden. En dat de beste kansen voor ons waren. Dus daar ben ik wel positief over. Heerenveen wisselt vervolgens in de 65ste, 70ste minuut het complete elftal. Baal je dan op zo'n moment? Nee, want ik denk dat het qua opbouw was het eigenlijk prima. Je speelt 60 minuten tegen of 70 minuten tegen hun beste elf. Ja, en daarna komen er wat gretige, talentvolle jongens komen erin. En dat betekent ook dat er wat meer ruimte gaat komen. En dat zag je ook uiteindelijk. Tot slot wil ik graag nog een paar spelers uitlichten. Je begon met Hussein Dogan aan de rechterflank. Dat was vorige week ook al zo. Is dat voor jou ook een reële optie voor de rest van het seizoen? Je hebt natuurlijk met Dogan, die kan op meerdere posities spelen. En ik denk dat Dogan het beste is onder een spits. Dat heeft hij ook bij Topos bewezen. Maar dat is niet het systeem wat ik wil spelen. Ik wil graag met diepgaande middenvelders spelen met veel loopvermogen vanuit het middenveld. Dus dan ga je kijken waar hij nog meer tot zijn recht komt. Dan speel je hem op als rechtsbuiten, wat hij niet echt is. Maar hij mag daar zijn eigen invulling aan geven. Dus hij is eigenlijk ook een soort van tweede spits vanaf de rechterkant. Met een diepe bek, in dit geval Romy Schouten, die daar die ruimte goed invulde. Ja, dat ging wel goed. Die klik was aanwezig en Schouten kon er in ieder geval aan de rechterkant goed overheen komen. Aan de linkerkant stond Torino Hunten. Vandaag 45 minuten meegedaan. Wat vond je van hem? Ik vond dat hij ook redelijk dreigend was. Kijk, je ziet dat de spelers nog moeten wennen ook aan zijn kwaliteit. En er zijn een aantal momenten dat hij met name in de omschakeling eigenlijk gelijk de diepte kiest. En dan moet die bal er ook gewoon liggen. En dat is een kwestie van afstemming. Maar ik ben over hem ook wel tevreden. Matthijs Manders heeft afgelopen weekend voor wat reuring gezorgd in Breda. Wat kunnen we gaan verwachten komende week? We hebben in ieder geval één speler vastgelegd. En die hoop ik maandagmiddag op het trainingsveld te begroeten. We zijn nog met meerdere spelers bezig. Maar vorige keer ook al gezegd, het is toch niet zo gemakkelijk om spelers over de streep te trekken. Zeker als ze meerdere mogelijkheden hebben. Dus deze speler die we nu hebben, die had ook meerdere mogelijkheden. Dus we hebben hem in ieder geval naar ons toe kunnen trekken. En ik hoop dat er snel een aantal meer volgen. Mag dat dan weten? Waarom zegt hij dan ja tegen NAC? Wat is de reden geweest dat hij zegt van dan ik heb meerdere keuzes, maar dan ga ik toch voor NAC? Dat ligt in eerste instantie aan de club. Heel veel mensen vinden NAC gewoon nog een schitterende club. En dat heeft deze speler ook. En die gelooft in het plan wat we met hem hebben. Die gelooft er ook in dat we binnen het liefst zo snel mogelijk richting de Eredivisie weer gaan. En daar wil hij onderdeel van uitmaken. Dus het is met name de club en de plannen. Nou, vol verwachtingen, klopt ons hart. Dankjewel.